Goed, we hebben in de vorige video in ieder geval lijsten afgerond. Dan wordt het nu tijd om door te gaan naar tuples. Ik sta hier weer voor een leeg scherm, dus laat ik allereerst eventjes dit opslaan. En als een tuple.py, en dan kunnen we aan de slag. Nou, wat gaan we dus doen? We gaan gewoon een klein beetje spelen met de tuples. Dus in de introductievideo van dit hoofdstuk heb ik al wat verteld over de tuples. Er waren eigenlijk twee dingen belangrijk, dus dat schrijf ik even opnieuw op. De tuples zijn georderd. En ze zijn niet aan te passen. Dat is belangrijk om eventjes te onthouden. En voor de rest gaan we gewoon even kijken naar hoe ze eruit zien. Nou, we hadden dus ook gezien dat een lijst is dus met dat van die blokhaken. Een tuple. Ik zou hem eventjes tuple noemen, anders dan pakt hij niet helemaal. Dat is dus met de ronde haken. Dus gewoon de normale ronde haken. Nou, dus zo'n tuple kan eigenlijk vrijwel alles als het maar zo'n lijst dus kan. Alleen dus een aantal van die handelingen dus niet. Want als de data er eenmaal in staat, is het niet aan te passen. Nou, hoe ziet zo'n tuple eruit? Laten we bijvoorbeeld een tuple maken van verschillende soorten fruit. Dus ik heb een banaan. En ik heb een aardbei. En een kiwi bijvoorbeeld. Dit is dan mijn tuple. Deze kan ik vervolgens ook printen. Dus dat is gewoon print tuple. Deze kunnen we ook printen als we hier naar de terminal gaan en vervolgens intikken Python tuple.py. Dan zien we dus inderdaad dat hij net als bij zo'n lijst, dat hij hem eigenlijk ook gewoon zo print. En dat we dus weer die ronde haken hebben. Nou, we kunnen ook prima indexeren in een tuple. Dus we kunnen bijvoorbeeld hier vragen van geef mij dus de nulde. Dan pakt hij dus banaan. Geef mij de min 1. Nou, we weten nog wat min 1 was. Min 1 was altijd het laatste stukje, dus dat is de kiwi. Wat een tuple wel heeft ten opzichte van een lijst, en dat is best wel iets cools. Je kan ook een soort van de elementen er op een andere manier uithalen. En dat is namelijk dat je bijvoorbeeld zegt: ik heb hier bijvoorbeeld de variabelen a, b en c, is dus gelijk aan tuple, bijvoorbeeld. En wat hij dan als het ware doet, is dan pattern matcht hij dus de eerste variabele met het eerste element, tweede variabele met het tweede element en de derde variabele met het derde element. Dit kun je eigenlijk ook alleen maar toepassen wanneer je dus weet hoeveel elementen er in een tuple zitten. Maar als ik hier nu vervolgens zeg, oké, print a, b en c, dan pakt hij inderdaad ook gewoon de objecten. En wat dus mooi is, is dan zeg maar dus aan, ja, hier kun je natuurlijk wel die dingen aanpassen. Dus je kan dan, weet ik wat zeggen, a plus is banaan sorbet of zo. Dus dan, hè, dus in die tuple zelf mogen we banaan bijvoorbeeld niet aanpassen. Maar we kunnen bijvoorbeeld wel dat dan weer eruit halen, daar iets mee doen en misschien wel weer in een nieuwe tuple zetten. Dus op die manier zijn er wel een soort van omweg. Is er wel een soort omweg om dus toch nog iets met die data bijvoorbeeld te doen. Maar in veel van de gevallen is dit een beetje overbodig, want waarom zou je dan een tuple gebruiken? Gebruik dan misschien gewoon een lijst. Maar goed, dus dit is wel heel mooi. Hebben we nou alleen bijvoorbeeld het allereerste element nodig en interesseren ons zeg maar die tweede bijvoorbeeld niet? Dan kunnen we weer die wildcard gebruiken. Die hebben we ook al gezien bij de match case. Dat is dus de underscore. Dus als ik hier bijvoorbeeld twee keer zo'n wildcard neerzet, dan registreer ik dus niet het tweede en het derde element als een variabele. Maar ik kan dus hier nog steeds zeggen print a als ware. Wat dus niet kan, is dat ik hier dus twee variabelen heb, wildcard of geen wildcard, en dan vervolgens zeg maar iets met die tuple doen. Dan krijgen we dus ook echt een error daarin. En dat is dus de value error, dus too many values to unpack. Want we hadden hier dus drie waardes in en we hebben er maar twee als ware. Waar we iets mee doen, dus die derde die hangt nog ergens. En nou, dat mag dus niet. Nou, dus dat niet aan te passen, dat kunnen we ook nog eventjes laten zien. We kunnen bijvoorbeeld niet zoiets zeggen, dus als we dus de banaan willen veranderen naar appel. Oh, ik moet wel het Nederlands doen, appel. En vervolgens zeg ik naar print tuple. Oh. Tuple. Dan mag dat dus niet, hè? Want hij zegt dus hier ook: hey, zo'n tuple die ondersteunt dus niet dat we hier dingetjes in kunnen aanpassen. Maar we kunnen er wel voor kiezen om een nieuwe tuple te maken, waarbij we dus banaan niet pakken, maar aardbei en kiwi wel. Nou, uiteraard mogen we dus wel ook duplicaten toestaan. Dus ik kan hier prima ook zeggen: nog een keer banaan. Dan pakt hij vervolgens ook gewoon dit stuk.
We kunnen andere dingen die we nog kunnen doen is natuurlijk de lengte van een tuple kunnen opvragen. Dus ik vraag hier dus de lengte. Nou, die lengte is dan weer 4. Indexeren uiteraard begint dus weer gewoon op 0. Dus je hebt 0, 1, 2, 3. Verder, net als bij een lijst en eigenlijk alle andere datatypes die we behandelen met Python, maakt het niet uit wat voor datatype erin staat. Ze mogen zelfs door elkaar staan. Dus kan ik prima een 4 neerzetten. Dus een integer met een string. Nou, dan is de lengte natuurlijk eentje hoger, maar ik was eigenlijk meer geïnteresseerd in gewoon het printen. Maar deze pakt hij in principe ook gewoon. En hij weet dus, oké, dit is dus type string, 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 string en dan integer. Er zijn ook een soort van randgevallen waarbij je misschien tuples met maar één element erin wil zetten. Dan is het dus belangrijk dat we dat dus ook goed doen. Dus ik kan hier zeggen één tuple element is dus eventjes deze variabele. Je zou inderdaad denken dat dat dan is, stel je voor ik wil dus een appel erin zetten, dat je dat op deze manier dus doet. Want hè, dat is ook, als we er dus 4 hebben, dan zetten we ze gewoon op een rijtje en dit is dus eentje. Maar dat is niet helemaal hoe we dat doen, want als we dus hier zeggen, nou we printen eventjes dus nu het type van een 1 tuple element, dan krijgen we dus dat die van de klasse string is. Dus hij behandelt dit gewoon als een string, want wat hij eigenlijk doet is soort van die haakjes die, net als dat wiskundige haakjes, die tellen alleen als een soort van, doe dit eerst, behandel dit eerst en dan eventueel alle andere dingen. Dus maar hij ziet het eigenlijk gewoon alsof hier gewoon staat dit, gewoon appel. Dus het is helemaal geen tuple. Nou, hoe maken we daar dan wel een tuple van? Dat is dus dat we hier een extra comma toevoegen. Deze comma is dan een indicatie van dat het dan een tuple is. Dus wanneer we deze code opnieuw uitvoeren, zien we nu inderdaad dat één tuple element onderdeel is van de klasse tuple. Dus dat is heel belangrijk om te onthouden. Dat we dus altijd die comma moeten toevoegen als we maar één element hebben. Uiteraard werkt het natuurlijk niet met nul elementen. Dus dit kan niet. Dit levert gewoon een error op. Nou, en in principe was dat het dan wel redelijk wat betreft de tuples.